Public Window is een project geïnitieerd met het doel interactieve kunst in openbare ruimte te bevorderen. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid hun werk interactief te maken voor de voorbijganger op straat en de internetgebruiker op afstand. Voor de pilot hebben kunstenaars Thomas Wildner en Guido Winkler de interactieve kunstwerken Public Window 001 en 002 ontwikkeld in twee etalages in het centrum van Leiden. De toeschouwer kan de kunstwerken beïnvloeden door zich te bewegen via touchscreens in de etalageruit of thuis via de website. Hiermee kan de bezoeker de vorm, de beweging of de belichting van de kunstwerken aanpassen. Public Window is een tegenreactie op de huidige sociale netwerken die slechts virtuele plekken met elkaar verbinden. Bij Public Window gaat het juist om fysieke plekken, waarbij je met de teleoperatietechniek daadwerkelijk iets teweeg kunt brengen op een andere locatie. Kunst is hierdoor niet meer lokaal, maar wordt voor de hele wereld toegankelijk.